De CARICOM-ministers van Buitenlandse Zaken hebben geprotesteerd tegen het plaatsen van Caribische lidstaten op een zwarte lijst voor financiële transacties. Dat deden ze op de vergadering voor ministers van Buitenlandse Zaken van de CARICOM, COFCOR, op Barbados. Op Montserrat na zijn alle Caribische landen op de zwarte lijst geplaatst. Minister Ildis Polak-Bigli heeft aan het hoofd van de delegatie de vergadering ook bijgewoond. Op de meeting is onder meer gesproken over de nieuwe richting van de CARICOM-diplomatie als reactie op de veranderende internationale omgeving en de aangekondigde uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De vergadering was het er unaniem over eens dat een hechtere samenwerking onderling en met andere regio's de enige manier is om duurzame ontwikkeling te realiseren.